Hey, beste mensen van YouTube, Percy hier, goeiedag. Ik sprak Robert op Snapchat. En hij zei, Percy, ik lees niet graag boeken. Maar ik zie jou altijd boeken lezen en daar dingen over vertellen. Ik ben nu ook aan de slag gegaan en ik ben aan het lezen. En dat vind ik wel echt, Robert jongen, als je kijkt, ik vind het wel echt fucking winst. En ik sprak Merlijn ook, dat is de vriend van mijn zusje, van Sanne. En die had het ook over boeken en die jongen is helemaal, ja, die is een jonge jongen. En die leest ook graag en had er allemaal dingen uitgehaald en documentaires kijken. En ik doe dat ook. En zei, dan moet je meer delen op je social. Goed idee, man. Zeg, nou, laat ik eens beginnen met het boek wat voor mij de afgelopen 2 maanden groot impact heeft gehad. Hoe ik om ben gegaan met een aantal veranderingen die ik graag zou willen doen. En die mij nooit gelukt zijn, maar nu wel. Dit is het boekje. De kunst van Kaizen van de heer Robert Mauer. Ik had hem zelf in het Engels gekocht op mijn e-reader. Wist ik veel dat er een Nederlandse was. En ik lees net zo graag Engels. Dus ik heb hier 2 versies. Ik ga hem namelijk zo weggeven. Miauw, ja, je dacht winactie, hè? Nee, ik geef altijd een cadeautje als iemand mij in heeft gehuurd met spreken. En dan de factuur betaald is. Dan stuur ik altijd een boekje op van, hey, bedankt voor de goede samenwerking. Hier heb je een goed boek. Anyway, wat is Kaizen? Kaizen, zoals ik het zelf zie, is een soort tegenbeweging tegen grote verandering. Ze zeggen in de Kaizen-filosofie, is een Japans woord, dat verandering zal altijd komen. En Darwin zei ook, hè, het is niet de sterkste die overleeft, niet de slimste, maar de persoon die het beste omgaat met verandering. Nu moet je afvragen, hoe ga je om met die verandering? En er zijn 2 manieren. De eerste manier, die ken je waarschijnlijk wel, dat is de 31 december manier. Morgen ga ik stoppen met roken. Nou, dat lukt voor 2 dagen en daarna zakt je wilskracht in. Daarna voel je een soort loser, want het is weer niet gelukt. En wachten we tot 31 december voor de volgende oud en nieuw. Dat is niet the way to go. En Kaizen laat eigenlijk zien dat je door middel van minuscule stapjes, echt hele kleine stapjes, heel groot resultaat kan boeken. En dat het ook veel fijner is om te doen, want elke keer als je een heel klein stapje gelukt is naar je grote doel, of het veranderen van gewoonte, of het afkomen van grote angsten, whatever dat is, het maakt, of een betere relatie met iemand hebben. Elke keer als je een klein stapje maakt, dat geeft je ook voldoening. Want elke keer is het gelukt. Weliswaar een heel klein beetje maar, een klein stapje, maar dat maakt niet uit. Het gevoel is hetzelfde. En er zijn nu 2 onderwerpen die ik zelf heb toegepast uit het boek, op mijn eigen leven, waar ik persoonlijk veel moeite mee had om te veranderen. Maar voordat ik ga vertellen en ook vertel hoe ik dat gedaan heb, wil ik heel even eerst vertellen waar Kaizen vandaan komt, zodat het een beetje in context is. Kaizen is eigenlijk een gedachtegoed uit Amerika, van de heer Deming uit 1940, voor de Tweede Wereldoorlog. Want toen zagen de Amerikanen al dat in Duitsland van, oké, die Duitsers, waarschijnlijk moeten we met ons eigen leger over de oceaan om de Duitsers te bevechten. Want van die Fransen, daar moet je toch niet van hebben. Die waren toch al helemaal verslagen. De Nederlanders ook niet. Wij komen zelf wel met ons leger om daar de boel op orde te stellen. Een leger van de Amerikanen was op dat moment al vrij goed. Het was heel technologisch, vooruitstrevend, geolied. Maar ze wisten, het moet nog beter om de vijand hier te lijf te gaan. En vergeet niet dat Japan aan de andere kant van de wereld ook nog ellende aan het creëren was. Dus dan heb je 2 manieren om je leger te verbeteren, dachten de Amerikanen. De eerste was door extra fabrieken te bouwen en het leger te vergroten. Extra manschappen, extra eten, extra alles. Groots. Of een andere manier was je tijd, geld en kennis te investeren in hetgene wat je eigenlijk al hebt. En dat verbeteren en beter maken en beter maken en beter maken. Want je weet het zelf ook, het heeft geen zin als je nieuwe dingen gaat kopen of bouwen, terwijl je oude basis er heel slecht bij staat. He, dat geldt voor het leger, maar het geldt ook voor je persoonlijke leven. Dus de Amerikanen zeiden, wij gaan eerst datgene wat we hebben verbeteren. En daarna breiden we uit. Als ze dat niet hadden gedaan, dan was ik misschien nu een Duitser geweest. Alhoewel ze in Turkije denken dat ik een Duitser ben. Ik ben een fascist opeens, sinds eergisteren. Oké, laten we daar niet over hebben. Maar de Duitsers zijn verslagen en in Japan hebben ze ook aardig een bommetje hier en daar laten vallen. Je moet je voorstellen, na de Tweede Wereldoorlog waren de Japanners, dat was een soort serie, hè?
Het was helemaal plat gebombardeerd. Er was niks meer van over. En die Amerikanen dachten, oké, dat land is nu zo instabiel. Laten wij als Amerikanen een vriendschap creëren met Japan. En laten we dat land opbouwen, zodat wij ook een soort thuishaven hebben in Japan. He? Want dat hele gebied in Azië was toen de tijd, en nog steeds een beetje, ook gezeur. He? Communisten, bla 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 bla. En ze waren bang, de Amerikanen, dat Japan ook communistisch zou worden. En dat het dan door zou slaan over de hele wereld. En dan heb je dus de Tweede Wereldoorlog gewonnen, maar komt er een derde. Dat was waarom Amerika zo belang had in Japan op dat moment. De Japanners waren weer heel erg geïnteresseerd in die Amerikanen. Want die zagen dat hun leger, het Japanse leger, wat een soort goden waren voor de Japanners, dat was verslagen. Dat was echt out of their mind. Dat was gewoon niet mogelijk. En dat is toch gebeurd. En de Japanners vroegen zich af, hoe dan? Toen kwam meneer Deming in de picture. En de Japanners waren heel erg geïnteresseerd in zijn filosofie. Hoe je met kleine stapjes een enorme groot resultaat kan boeken. En voor degene die een beetje geschiedenis weet, is in 1945 was Japan dus helemaal kapot. Maar in 1980 is het zo hard gegroeid en is het nu een van de grootste economische landen, welvarende landen ter wereld. En dat is het bewijs dat kleine stapjes maken veel beter is dan een grote verandering. Oké, hoe pas ik dat nou toe in mijn eigen leven en misschien ook jij? Ik heb twee dingen die ik al een tijdje wil veranderen, maar nooit gelukt is. De eerste is vroeg opstaan. En ik sta meestal nu op tussen 9 en 10. En dat vind ik gewoon te laat. Ik wil gewoon eerder opstaan. Hoef niet om 5 uur, maar ik vind om 8 uur opstaan vind ik een mooie tijd. Een gezonde tijd. Maar het lukt me niet. Maar nu wel. Wat heb ik nou gedaan? Ik heb gekeken naar het patroon waarvoor ik niet op tijd opsta. Wat blijkt nou? Het patroon is elke keer hetzelfde. Dus het patroon herkennen komt ook voort hier. Dus je moet eerst analyseren waarvoor iets niet lukt. Er zat een hele goede oefening hierin daarvoor. En ik heb gekeken en ik kwam erachter dat ik best wel om 8:30 of 9 uur ga mijn wekker. En dan ga ik mijn bed uit, want ik heb mijn wekker in de slaapkamer liggen. Dan zet ik hem uit. En wat gebeurt er dan? Dan neem ik mijn telefoon mee, terug het bed in. En dan ga ik naar Facebook zitten kijken of social media, YouTube. En val ik weer in slaap en voordat ik het weet is 10:30. Nou, dat is niet goed. Is geen gezonde eigenschap, daar wil ik vanaf. Dus de eerste stap voor mij om vroeg op te staan is uit bed te komen en dan niet met de telefoon gaan spelen. Dat is de eerste Kaizen-stap. Want wat wil ik nou? Ik wil niet dat ik terug ga in bed om te spelen met mijn telefoon. Dat is de eerste connectie in mijn brein, mijn gewoonte, die verminderd, verkleind moet worden. En dat is nu gelukt. Het is nu 3 weken. Kom ik dus mijn bed uit, meestal rond een uurtje of 9:30, 10. En ik ga niet met mijn telefoon spelen. Anyway, de volgende. Schrijven. Ik vind schrijven, doe nu al 3 jaar, artikelen. En ik vind het nog steeds heel moeilijk. Een video opnemen voor mij is echt veel makkelijker. Maar schrijven heeft nog steeds zijn plek. En ik heb enorme moeite om te beginnen met dat schrijven. Kijk naar mijn computer, zo'n lege canvas. En dan moet de eerste woorden. Dat is helemaal niks. Wat heb ik nou voor mezelf gezegd? Als je 50 woorden per dag kan schrijven, is het goed. En 50 is echt heel weinig. Als jij 3 WhatsAppjes schrijft naar iemand, dan ben je al klaar. Maar dit is de eerste stap van Kaizen. Mijn uiteindelijke doel is niet 50 woorden per dag. Dat is meer. Maar ik begin met zo kleine stapjes, dat het bijna voelt van, doe ik eventjes. Klaar. Het is echt heel leuk om te doen. Het geeft mij ook een heel motiverend en goed gevoel dat het elke keer weer lukt. Dat is Kaizen, jongens. Kaizen in het kort. Ik raad hem aan, het boekje. Lees hem door. Ik heb hier het linkje in de description. Er staan leuke oefeningetjes in voor je relatie, voor je gezondheid, voor je vriendschap, voor leiderschap zelfs ook. Het is ook een lekker dun boekje. Oké. Wens je veel succes. Cheers.